weer met Wersha Ramoltar. Nou, moet goed zeggen, Wersha Bainat Ramoltar, psycholoog en docent op de universiteit. Welkom Wersha, wie is Wersha? Ah, dankjewel Fausia voor de mooie introductie. Mijn naam is inderdaad Wersha. Ik ben gehuwd, Bainat, Wersha Ramoltar is mijn meisjesnaam. Ik ben psycholoog. Ik werk al 7 jaar op de Anton de Kom Universiteit van Suriname als docent psychologie. Hiervoor heb ik 7 jaar gewerkt in Nederland op de Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden als docent psychologie daar. En waar heb je gestudeerd? Ah, ik heb gestudeerd op de Universiteit Leiden. Dat is heel goed gegaan. Het was een hele leuke opleiding, psychologie. Ik heb de specialisatie arbeids- en organisatiepsychologie gedaan. En ook nog een master in onderwijskunde. Dus heb ik vergis ik me, je hebt 2 masters op zak. Klopt, ik heb 2 masters op zak. Psychologe en onderwijskundige. En wij zitten hier in de studio van RBN met Wersha. Wersha, wie is die gelukkige man in je leven? Wat een leuke vraag. Ik zou zeggen, welke man maak ik gelukkig? Nou, mijn man is Amrish Bainat. En ja, we zijn dit jaar 10 jaar getrouwd. Dus een beetje daarover. Hij is ook papa van mij, van onze 2 mooie kinderen. Dus ja. Amrish Bainat ken ik van Electro, van ADEC. Klopt. En Amrish is van Nikeri. Ja, dat klopt. Is het dezelfde Amrish? Ja, het is dezelfde Amrish, inderdaad. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Want Amrish had zoveel bekijkt van zoveel meisjes. Maar ja, hij had geen belangstelling. Of toen. Toen, hè? Hoe hebben jullie, ja. Nou, leuke vraag inderdaad. Hoe hebben wij elkaar leren kennen? Nou, het is namelijk zo geweest dat toen ik op ADEC zat, ik heb ook een jaartje op ADEC gestudeerd, agogische wetenschappen en onderwijskunde, en hij deed toen elektro, als het goed is. Toen had hij inderdaad geen oog voor meisjes. Hij was me wel opgevallen, maar ja, weet je, het ging zoals het ging. En na een aantal jaren was ik in Suriname op vakantie in 2011. En toen werden we gekoppeld aan elkaar. Eigenlijk een beetje indirect werd aan ons gevraagd om even een leuke date te hebben. Kijken of het wel zou klikken en of het wat was. En het eerste wat ik tegen mijn moeder zei was: ma, het is die ene jongen die echt naar geen enkel meisje keek daar op school. En zo, ze zei: Wersha, probeer het nou maar. Het komt wel goed. Ik zei: oké. En nou, schets je verbazing. Onze eerste ontmoeting was direct onze eerste echte date. En het heeft niet lang geduurd of we waren al een soort van verloofd en binnen een jaar getrouwd. Dus het heeft heel goed geklikt. Ja, dat merk ik inderdaad. We gaan zo verder borduren op Wersha en het privéleven. Ik weet zeker dat jullie dat allemaal zo graag willen weten. Welkom terug in de studio van RBN met Wersha. Wersha en Amrish is intussen tandarts. Klopt, mijn man. Is hij een goede tandarts? Natuurlijk. Laat ons zien. Tuurlijk is hij een goede tandarts. En ja, hij is een van de betere die ik zeker kan aanraden. Hij is heel erg goed begaan met vrouwen, laat me het zo zeggen. Het klinkt heel verkeerd. Maar hij heeft wel echt oor voor wat vrouwen zouden willen met hun gebit. Dus ik zou je zeker aanraden. We zitten op Noord, aan de Porfierstraat nummer 4, achter Besmar. En ja, hij heeft een hele mooie, moderne poli. Dus zeker moet je daar een bezoekje aanbrengen. En ook voor kinderen. Met kinderen is hij heel erg goed begaan. Kan heel goed omgaan met kinderen. Kinderen voelen zich heel snel op zijn gemak bij hem. Dus we hebben ook een grote toeloop van kinderen. Maar er kunnen altijd meer bij. Kinderen bij de tandarts aan. Ik wil bijna niet geloven dat Amrish een vrouw, want hij keek naar geen enkel meisje op de universiteit. Dat kan ik je zeggen. En dat viel alle meisjes op. En ik weet zeker dat hij een goede tandarts is, want de mooie smile zegt, spreekt al boekdelen. En wij zitten hier met mevrouw Bainat. Veel kwikwien, no? Want mevrouw Bainat, de hele schoolfamilie is in Nikeri. Ja, mijn schoonouders die wonen nog steeds in Nikeri. En mijn kinderen zijn inderdaad dol op kwikwi, alle 2. Dus er wordt geregeld kwikwi meegenomen als mijn schoonouders op bezoek komen bij ons. Dus we genieten er allemaal van, klopt.
Waar heb jij een politieke voorkeur? Nou, ik ben vanaf jongs af aan eigenlijk met VHB in ons huis opgevoed. En ik moet zeggen, de afgelopen verkiezingen heb ik ook wel vol enthousiasme uitgekeken naar het resultaat. Ik vond het ook erg spannend. Dus ik draag de VHB een warm hart toe, zeker. Geweldig. Ik ben heel blij met dat antwoord. Het is mevrouw Ramotaar en we willen graag het een en ander weten over suïcide. Ja. Suïcide, een heel zwaar onderwerp. Een onderwerp dat ons vooral in deze tijd heel erg bezighoudt, wakker schudt. Eigenlijk moet ik niet zeggen vooral in deze tijd. Het heeft ons al heel lang een beetje in zijn ban. Wat is suïcide? Dat is zelfdoding. En ik zeg altijd, suïcide is geen... keuze dat je zelf maakt, maar meer een wanhoopskeuze. Want het is vaak dat mensen denken dat als ze zichzelf van het leven beroven, dat ze er beter af zijn dan dat ze blijven leven. En dat is toch wel jammer om te concluderen, vooral in deze maatschappij anno 2021, dat we toch zo blijven denken. En ik wil echt alle jongeren, alle ouderen, alle mensen die kijken, aanraden om hulp te zoeken bij problemen die er zijn. Er is hulp. Er zijn psychologen beschikbaar die mensen kunnen helpen. Er is ook een lijn die je kunt bellen. De 123 lijn, waar je dus ook direct terecht kunt met vragen als je echt met jezelf zit of suïcidale gedachten hebt. Kun je die ook bellen. En PCS is op de maandag, woensdag en vrijdagochtend ook beschikbaar van 9 tot 11 uur. Die kun je ook bereiken. Om je suïcide gedachten toch wel bespreekbaar te maken en te kijken of er hulp is. Want ik vind het heel erg jammer dat zoveel mensen hieronder moeten lijden en ten onder gaan. En ook de nabestaanden toch? Ja, suïcide is, ik zeg altijd als je in familie suïcide hebt of iemand die suïcide pleegt, heb je ook de nabestaanden die enorm veel verdriet hebben van het heel gebeuren. Het is verschrikkelijk, het is heel erg. Want mensen zitten met vragen waarom hun kind, waarom hun zoon, waarom hun broertje of zusje. Het blijft altijd de waarom vraag. Maar ik zou eigenlijk dat een beetje willen omdraaien en willen zeggen, laten we gaan naar dat wij dingen bespreekbaar maken. Depressie, mental health is echt een belangrijk onderwerp. Dat wij gewoon altijd moeten kunnen bespreken wat in ons opgaat. Wat er in onze hersenen spelen, gedachtegang, etc. Laten we dat gewoon ook echt bespreekbaar maken. En hulp zoeken, er is hulp. Dat wil ik echt meegeven. Er is hulp, te alle tijden. Nou, dat zijn de wijze woorden van onze psychologe Warsha Ramotaar. En van Warsha willen we ook weten, wat denk jij over diversiteit? Nou, een mooi onderwerp. Diversiteit, dat is een thema waarop ik ben afgestudeerd in Nederland toen. Diversiteit en teamleren. En diversiteit, wat houdt het in? Diversiteit houdt letterlijk in dat we iedereen ongeacht zijn. Ras, kleur, seksuele voorkeur, zijn ideeën, politieke voorkeur. Dat wij iedereen gewoon accepteren. Dat wij eigenlijk gaan naar een maatschappij die gewoon iedereen dezelfde mogelijkheid of mogelijkheden kan bieden. En diversiteit speelt op elke front. Kijk maar naar hoe wij ook hier zitten. We kennen elkaar volgens mij van Lyceum, hè? Maar toch zijn we toch wel andere kanten opgegaan met studie, met ervaring op het persoonlijk leven, in persoonlijk vlak, etc. Dus diversiteit is heel breedomvattend. En ten aanzien van jonge moeders, heb je een boodschap voor de jonge moeders onder de kijkers van RBN? Nou zeker, jonge moeders. Ik ben sinds de coronatijd gestart met mijn eigen consultancy, DIVA Consultancy, dat staat voor Diversiteit Warsha. En dat is een bewuste keus geweest, ook omdat ik eigenlijk nadat ik getrouwd ben, zeg maar geweest, nou ja, dat klinkt zo gek, nadat ik getrouwd was, had ik zoiets van ja, ik wil toch wel iets doen met psychologie en een praktijk oprichten. En het was namelijk zo dat mijn man besloot om naar Suriname terug te keren. En ik had zoiets van, oké, wat ga ik dan doen? Ik heb toen gesolliciteerd op ADEC en ik ben tot heden werkzaam op ADEC. Ik vind het een ontzettend leuke en geweldige baan, maar door die hele corona ben ik ook gaan nadenken, wat kan ik nog meer betekenen voor mensen? Wat kan ik terug doen? En ik ben zelf een mama van twee prachtige kinderen. En ik denk dat veel mama's ook met verschillende situaties zitten dagelijks. En dagelijks het...
nou ja, het gevoel hebben, doe ik het wel goed? Doe ik het wel op de manier zoals het zou moeten? Waarom luisteren mijn kinderen niet? Waarom leren mijn kinderen niet zo goed? Waarom hebben mijn kinderen misschien minder aandacht ergens voor? Nou, ik zou jullie willen zeggen, we zijn allemaal mama's. We zitten bijna allemaal in hetzelfde schuitje als het gaat ook om opvoeding, kinderen, gedachtegang. Maar laten we positief blijven. Laten we kijken, wat kunnen we anders doen? Hoe kunnen we het anders aanpakken? Zodat we onze kinderen toch wel die begeleiding kunnen geven. Dat ze enorm veel, vooral in deze tijd, zelfvertrouwen opbouwen. Want dat is een hele belangrijke. Zelfvertrouwen, wat doet het met je? Beetje geloof in jezelf hebben. Corona, kijk maar, je bent thuis, je zit vlak voor een computer, je volgt je hele school, online school, je hebt eigenlijk niemand die echt met je fysiek communiceert. En voor kinderen is het dan ook belangrijk om met hun mama's en papa's daarover te kunnen praten, van wat ze hebben meegemaakt, wat ze hebben geleerd. Dus jonge mama's, ja, het is toch wel een uitdagende tijd. Maar laten we het positief bekijken. We staan elke dag toch wel hopelijk gezond op. En het is een nieuwe dag, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe manieren om onze kinderen op te voeden. Zo kijk ik er ook echt naar. Want ik als mama en als psycholoog zijnde, zijn toch twee echt verschillende rollen die ik vervul. Als je als mama zijnde voor situaties staat, dan is je moederinstinct op de eerste plaats. En dan doe je soms dingen niet zoals je het misschien hebt geleerd of zoals het in de boeken staat. Maar dan bedenk je ter plekke een oplossing voor problemen. Dus laten we niet zo hard zijn voor onszelf. Laten we gewoon proberen het beste uit elke dag te halen. En ik heb toch wel een paar kleine vragen. Als ik dus iets heb meegemaakt in mijn verleden en iets waarmee ik nog zit, ben ik terecht bij Divas Consultancy. Ja, sowieso. Het is een beetje afhankelijk van de situaties waarin je hebt gezeten en we moeten sowieso een intakegesprek doen en ook nagaan van waar zit je mee. Want het kan zijn dat je misschien met trauma's zit of nare ervaringen waar er toch wel een andere soort van begeleiding voor moet zijn. En dan kan ik je eventueel ook doorverwijzen. Want ik heb een heleboel collega's die heel erg goed gespecialiseerd zijn op verschillende vakgebieden. En die zouden echt wel de zorg kunnen bieden die ik bijvoorbeeld op dat moment niet zou kunnen bieden. Maar je kunt mij altijd contacten en kijken en samen kunnen kijken van hoe ik mezelf eigenlijk dienstbaar kan maken voor jou als persoon zijnde. En de verzekering, dekt de verzekering dat? Ja, heel interessant hè. We zitten daar sowieso mee en elke keer mee van wat wordt gedekt, wat wordt niet gedekt. Er is een regeling getroffen en als je SFF verzekerd bent of maakt niet uit bij welke verzekering je aangesloten bent, er is een regeling getroffen met de psychologen. Dus daar kun je altijd naar vragen, ook bij je huisarts. Eigenlijk wil ik een oproep doen, wel even een duidelijke lijn uitzetten. Als je ergens mee zit en je komt er niet uit, alvorens je naar een psycholoog of een psychiater terecht kunt, moet je allereerst naar je huisarts. Je huisarts die schrijft een verwijzing uit voor je psycholoog of voor een psychiater. Die schat de situatie in. Je kan mij altijd ook wel benaderen, maar ik moet toch wel je even zo die lijn laten volgen. Zodat we ook weten wat er precies aan de hand is en dat er ook een medisch dossier wordt opgebouwd. En we willen graag weten van Warsha, je houdt je bezig met bedrijfspsychologie. Wat is dat? Ja. Ik ben bedrijfspsychologe. Eigenlijk wordt het zo genoemd eigenlijk voor de makkelijkheid. Maar ik ben eigenlijk arbeidsorganisatiepsychologe. Dat wil zeggen dat ik heel veel kennis heb over arbeidsstructuren. Hoe mensen bijvoorbeeld wervings- en selectieprocedures kunnen doorstaan. Ik kan assessments afnemen voor bedrijven. Maar ook individuele personen kunnen bij mij komen om assessments af te nemen. Daarnaast heb ik heel goed zicht op organisatiestructuren. En kan ik jou als organisatie of team helpen om eigenlijk het beste uit jullie zelf te halen. Teamgewijs of individueel. Warsha, is er een minder prettige kant aan jouw beroep? Nee, die heb ik tot de dag van vandaag niet gevonden. Dus daarom doe ik mijn beroep met heel veel plezier, heel veel toewijding en heel veel passie. Ik geniet ontzettend, moet ik echt met nadruk erbij zeggen, van mijn baan als docent zijn. Ik ben psycholoog, maar bij de opleiding psychologie op ADEC. En ik ben ook in Nederland toen werkzaam geweest bij de opleiding psychologie. Ik vind het ontzettend leuk om, en ook leerrijk, om studenten elk jaar klaar te stomen voor het werkveld. Maar echt ook de tools en vaardigheden mee te geven. Hoe zij dus ook het mooie beroep van psychologie, zeg maar psycholoog zijn, de gedragswetenschap, kunnen uitvoeren. Nee, ik vind dus, om een lang verhaal kort te maken, nee, ik heb geen minder prettige kant aan mijn beroep. Ik doe het met heel veel passie en toewijding.
En ik weet dat het haast onmogelijk is om kort te houden, maar als je een korte motivatie sessie moet geven aan onze kijkers, wat zou je ze dan zeggen? Nou, mooie vraag. Wat zou ik zeggen? Dan ga ik het even toelichten aan de hand van een hele mooie theorie vanuit de psychologie. Dat is de behoeftepiramide van Maslow. Daar ben ik heel erg fan van. En de reden waarom is omdat je eigenlijk binnen zo'n behoeftepiramide ziet dat de mens, wij als mens zijn aan verschillende, of ja, wij eigenlijk verschillende behoeften hebben. We hebben sociale behoeften, we willen sociale relaties aangaan. We hebben individuele behoeften, we moeten eten, we moeten drinken. Ja, en als je denkt, als je ouder wordt, je hebt ook behoefte aan een partner, aan een gezin te starten. Maar vaak vergeten we de behoefte om ons voor onszelf te zorgen. Hoe zorg je voor jezelf? Self-care, wat doe je? Weet je, wat doe je allemaal in het dagelijks leven om echt door te dringen tot jezelf? Van wie ben ik? Waar sta ik voor? Maak ik fouten? Wat leer ik ervan? Wat doe ik? En ik geef op dat gebied heel veel trainingen over zelfvertrouwen en motivatie. Want vooral in deze uitdagende tijd van corona moeten we niet onderschatten waar wij mensen allemaal mee te maken hebben. Zij het al op een jong niveau, zij het al met kind, weet je, bij de kinderen. Ik zie het al bij mijn kinderen. Als ik kijk in mijn eigen thuissituatie, denk ik ook bij mezelf van, hé, wacht, het is wel belangrijk om die kinderen te vragen hoe hun dag is geweest. Wat ze hebben gedaan, wat vonden ze leuk, wat vonden ze minder leuk. En we moeten niet vergeten, hè, we gaan mee met alle ontwikkelingen. Zij het ook een techniek, mijn dochtertjes kunnen heel goed Engels spreken. En dan denk ik van oké, maar alles wat ze letterlijk vertalen, komt niet op hetzelfde neer in het Nederlands. Dus dan ga je ook over die dingen praten. Want je merkt dat kinderen door het hele online onderwijs, dat hebben mijn kinderen dan, toch wel op een andere manier contact zoeken met de buitenwereld. Heel erg aan hun iPad zitten of op hun laptop zitten, de hele dag bijna. Dat is hun communicatiemiddel. En het is belangrijk om echt voor jezelf te zorgen, maar ook voor je omgeving eromheen. En motivatiesessies geef ik ook aan jongeren op het VWO. Ik heb dat 2 keer gedaan op het Lyceum. En dat is heel goed bevallen. Ik heb het toen ook gedaan over tijdsplanning. Hoe maak je een goede tijdsplanning? Hoe motiveer je jezelf om het beste uit jezelf te halen? Om eigenlijk die examenstress een beetje aan te kunnen. Want we hebben allemaal stress. Iedereen heeft stress. We kunnen niet zeggen dat we stressloos door het leven gaan. We proberen dat dagelijks. Maar dagelijks, we moeten niet vergeten, we zitten in Suriname en we zitten ook met een economische crisis. Dus we hebben dagelijks situaties. Dan de ene verhoging van puntjes, 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 dan weer dit, dan weer dat. En daar zit je mee, dan ben je als ouder mee geconfronteerd. En wat doe je dan? Je reageert het af op je thuissituatie. Hoe ga je ermee om? Dus laten we ook wat dat betreft eerlijk zijn en kunnen communiceren erover. Het is belangrijk. Maar ook die kinderen nemen dat mee. Die kinderen voelen dat bij de ouders. Voelen ook aan de ouders, maar mijn papa kunnen dit niet meer kopen. Ik weet nog aan het begin van dat, weet je, dat we Suriname waren, dat we heel makkelijk naar bepaalde winkels gingen en gewoon lekker veel uitgaven. Het maakt niet zoveel uit, het scheelt niet zo heel veel voor je salaris. Maar nu, nou, ik ontwijk al die winkels, ja. Dus het heeft ook mee te maken dat je het aan die kinderen kunt uitleggen, vertellen. Wat speelt er, hoe speelt er, hoe maken we keuzes, waar gaan we voor, wat is belangrijk. En je leert ook die kinderen meer waarderen, hè? Van wat kunnen we doen, gaan we knutselen thuis, gaan we het zelf doen, gaan we op YouTube kijken, wat we kunnen doen, creatief bezig zijn. Maar laten we niet vergeten, dat vergt ook van de jonge moeders en ouders thuis, dat zij ook creatief mee gaan denken en dat wij toch wel die kinderen daarin begeleiden. Anders krijgen we echt van die kinderen die alleen maar achter de laptop de hele tijd zitten. Het buitenspelen zoals ik dat ken van vroeger zie ik eigenlijk bij mijn kinderen niet. Bij mijn meisjes zie ik meer dat ze tegen me zeggen, mama, Eerko, Eerko. En dan denk ik, oh jee. En dan denk ik, ga naar buiten. En dan stuur ik ze echt naar buiten. En na 10 minuten komen ze helemaal rood aangelopen naar binnen. Denk ik, oké, inderdaad. Waar zijn, je moet weer iets leuks gaan bedenken. Want anders hou je het ook niet zo vol. Dus ja, je wordt creatiever. Met deze hele coronatijd zijn we allemaal, ik denk iedereen, creatiever geworden. Toch op een andere manier. We zijn gaan kijken naar ons leven. Zelfreflectie, erg belangrijk voor als we beter willen worden. De beste versie willen worden van onszelf. Dus ja, het was een grote boodschap, denk ik. In kort tijdsbestek. Maar als er vragen zijn, kun je altijd contact met mij opnemen. Ik zou zeggen, Wars, heb je een tot slot een finale boodschap? Ja, dat heb ik zeker. En ik richt mijn boodschap aan elke burger in Suriname.
En ik wil dat wij allemaal eigenlijk, mijn boodschap baseert zich eigenlijk meer op dankbaarheid. Laten wij dankbaar zijn voor de dingen die we wel kunnen. Laten wij dankbaar zijn voor de mogelijkheden die ons wel geboden worden. En laten wij proberen van elke dag toch wel een mooie dag te maken met leerervaringen voor onszelf en voor ons naaste. Als er problemen zijn die zich voordoen, ja, die zijn er, dat ga ik niet ontkennen. Laten wij daarover praten. Laten we lief zijn voor elkaar. Laten we durven te praten en met elkaar praten ook nog hulp te zoeken. Want hulp zoeken is erg belangrijk als je niet uit problemen komt. Want je komt er wel altijd samen uit, zeg ik altijd. Geen enkel probleem is zo groot dat bepaalde handelingen of acties eraan verbonden moeten zijn. Zoek tijdig je hulp. Laten we gezond en wel blijven en elke dag is echt een mooie dag om het beste van jezelf naar voren te halen en een betere versie van jezelf te zijn dan dat je gisteren was. Dat was mijn boodschap. Dankjewel. Dankjewel Worsha voor het hebben willen delen van die details met ons. En ik weet zeker dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Ik zou zeggen, blijf afgestemd op RBN. Het is Rapa's Broadcasting Network, kanaal 5.1. De cameraman is Sagrewat. Een woord van dank aan onze geweldige adverteerders. Mijn naam is Fosia en tot de volgende keer. Glow TV पर तमाम चैनल्स आपको मिलता है देखिए इंडिया पाकिस्तान या सुरिनाम का चैनल से बॉलीवुड का तमाम चैनल से जिस तरह से बी फॉर यू है सोनी एशिया टीवी यूके और डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया मुमकिन है पाकिस्तान का बहुत से चैनल्स जिस तरह से हम टीवी एक्सेट्रा और सुरिनाम का रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं सभी मजहबी और धार्मिक प्रोग्राम आप भी देख सकते हैं क्लॉ टीवी पर इंडिया पाकिस्तान या सुरिनाम का हो क्लॉ टीवी आपके लिए है तमाम रेडियो स्टेशंस नीदरलैंड सुरिनाम यूके इंडिया और पाकिस्तान का एंड डोंट फॉरगेट रेडियो संगम देन हाग का आपको भी क्लॉ टीवी पर मिलता है कॉन्टेक्ट कीजिए तारक नंबर है 0031 685 89 08 19 हम दोहरा रहे हैं 06 85 89 08 19 तार की नंबर है कॉन्टेक्ट करने के लिए क्लॉ टीवी से आप अपने घर पर मजे उठाइए